Sportcafé De Oase in Elst is tijdelijk gesloten. Het café moet dicht vanwege de nieuwe coronamaatregelen van vorige week, waaruit bleek dat ook sportkantines dicht moeten. Echter zit het sportcafé uit Elst in een andere situatie dan bijvoorbeeld een voetbalclub met een kantine waarin vrijwilligers werken, die volgens de overheid de 1,5 meter regel niet goed zouden kunnen handhaven. De Oase is namelijk de horecazaak van Jeroen Onstein zelf en hij is geen vrijwilliger van een sportclub die in de Helster hun sport beoefenen. Ondanks dat hij geen vrijwilliger is en het hier toch om zijn eigen horecazaak gaat, moet hij toch dicht. En dat zorgt voor een hoop vragen en zorgen over de toekomst. In eerste instantie schrokken wij eerst van sportkantines dicht. Maar dachten wij inderdaad ook snel van ja, wij zijn eigenlijk volledig horeca, sportcafé. Dus wij hadden eigenlijk nog stil de hoop van nou, misschien valt dat niet voor ons. Misschien mogen wij wel open, want wij zijn gewoon een commerciële horecagelegenheid. Dus die vraag bij gemeente neergelegd. En die wisten eigenlijk ook nog niet hoe of wat. En ja, en helaas de volgende dag hoorden wij toch dat wij daar wel onder vallen en toch ook moeten sluiten. Ja. Of we moeten toch met gemeente nog om tafel kunnen en toch nog kijken of er voor de toekomst misschien toch nog leven in zit. Ja. Ja, eigenlijk vanaf het begin af aan hebben we iedere keer wel contact gehouden. Ja, ik denk dat het voor hun gewoon ook een lastige situatie is. Maar we hebben nu inderdaad wel duidelijk aangegeven als dit zo doorgaat en die lockdown verlengd wordt, dat voor ons eigenlijk wel klaar is financieel gezien. En daar willen ze in halverwege oktober willen ze daar toch met ons om tafel om toch eens te kijken van hoe kunnen we daar met z'n tweeën uitkomen. Daar vind ik echt dat de landelijke overheid, en als die niet met een geldbuidel komt om de huur totaal vrij te geven, de lokale overheid, in dit geval de gemeente Overbetuwe, dat moet gaan doen. Er is één keuze gemaakt, namelijk sporten moet kunnen en moet je zo lang mogelijk in een tijd van COVID mogelijk maken. En daarna, dus na het sporten, direct naar huis. Als je de RIVM-maatregelen van 1,5 meter, et cetera, toepast, dan kan wat mij betreft de Oase gewoon open blijven. Als je er een wil is, hè, dan is er echt wel een weg voor kantines en dus ook voor een sportcafé als hier om die route te kiezen. Alleen de landelijke overheid heeft anders besloten. Gezondheid, COVID op 1. Dat is het doel om dat terug te dringen.